op het Afri-Caribbean Trade and Investment Forum 2024 is een presidentiële plenaire sessie gehouden met als thema United We Stand, Divided We Fall, gericht op versterking van relaties voor een gedeelde toekomst tussen Afrika en het Caribisch gebied. President Santokki van Suriname benadrukte tijdens de sessie de noodzaak van lange termijn visie en samenwerking tussen de regio's. Hij onderstreepte Surinames rol als sleutelland in Zuid-Amerika en lid van CARICOM met nadruk op koolstofnegativiteit en kansen in olie, gas, voedsel en energiezekerheid. President Santokki pleitte voor gezamenlijke investeringen en productie om regionale welvaart te vergroten en benadrukte het belang van integratie en samenwerking voor economische groei en vertrouwen tussen beide regio's.